zijn hier bij NIW Conman, nu in Rotterdam. Ja, je ziet een beetje zwart voor je ogen, of niet? Ja, zeker. Zeker met die bril. Ja, wat voor personage ben je? Ik ben van de niet. En dat is ook van origineel uit een groep uit Japan. Die ging naar, volgens mij was het... Ik weet niet meer hoe het heet, maar het was een soort van animecon, maar echt heel groot in Japan. En dus iedereen ging opeens in zo'n pak. Dus ik dacht, lijkt mij wel leuk om ook in Nederland te doen. Dus ja, ben ik zo begonnen. Ja, want ik heb nog niet iemand gezien met zo'n pak. Ja, nee, er zijn heel weinig mensen die het doen. Ik heb ook niet gezien, maar ik heb wel van mensen gehoord dat er vorig jaar wel andere mensen waren. Ja. Dit is de eerste keer in Rotterdam. Hoe vind je het hier? Nou, ik vind het een hele leuke sfeer en... ja, gezellig. Erwin is het, hè? Erwin, ja. Wie heb je meegenomen? Ik heb mijn dochtertje meegenomen, Tsumugi. Oh. Praat ze ook, of niet? Nee, ze praat niet. Ze is heel verlegen. Ja. En hoe gaat het met haar nu? Oh. Kun je dat zien? Oh, het gaat... Ja, ze is een beetje overdonderd door alle drukte en zo. Ja? Want ja, ze is... ze is enig kind, dus die is, gewend om alleen te zijn. Outfit, hoe is het tot stand gekomen eigenlijk? Ik heb het voornamelijk met foam gemaakt, want Bowser is eigenlijk een dier. En ik wilde een soort van armor versie van maken. Dus dat hij gewoon een beetje, gewoon een soort menselijk, maar met een armor. En ik wil het ook gaan combineren met mijn hoofddoek een beetje. Oké, dat heb je goed gedaan. Ja, want ik wil zoveel mogelijk mijn cosplay gaan combineren met mijn religie. Er lopen hier echt mensen met grote armors en dingen rond. Daar vond ik echt denk van wow. Ben je dan jaloers dan? Of denk van, nou, dat had ik ook wel gewild. Jaloers is een groot woord, want ik vind het heel erg knap. Want ik vind stof veel leuker om mee te werken dan armors. Dus het is niet mijn ding, maar ik vind het wel heel knap wat ze maken. En ik heb er echt wel respect voor, zeg maar. En ik vind het heel gaaf om te zien. Want dat soort mensen zijn eigenlijk mensen die mij ooit hebben geïnspireerd om het ook te gaan doen. Te willen doen, maar zo, of moet het via haar? Even kijken, ik